verkwikkende taalstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. Hier is uw quizmeester, Robert Long. Goedenavond, 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 goedenavond. Allemaal van harte welkom bij Tien voor Taal. Taal wordt natuurlijk niet alleen gesproken, het wordt ook geschreven. En vroeger was dat een kunst, nu wat minder. Maar Amy Groskamp ten Have is daar heel streng in. Zij geeft voorbeelden in haar boekje, hoe hoort het eigenlijk, van hoe je geen brieven moet schrijven en hoe je het wel moet doen. Voorbeeld van niet. Met brilletje, want ik word zo kippig als de pest. Fritsje is zo erg verkouden en thuis en de winteraardappelen zijn gisteren ook gekomen. Donderdag gaan wij naar de Schouwburg. Ik doe mijn groene jasje aan. Vanmorgen zag ik dat de azalea's vol knoppen zitten enzovoort. Dat is niet goed, zegt Amy. Het moet zo. Het kan ook anders. Fritsje is zo erg verkouden dat ik hem thuis heb gehouden. Dat komt 's winters nogal eens voor, helaas. Van winter gesproken. Gisteren zijn de winteraardappelen gekomen. Dat is altijd eventjes een drukte. Ik was blij dat ze gisteren kwamen en niet aanstaande donderdag, want dan gaan wij 's avonds naar de Schouwburg, enzovoort. Ja, ik weet niet hoe de spelers vanavond dat zouden formuleren. Het zijn namelijk allemaal mensen uit de beroepsgroep, redacteuren, redactrices van vrouwenbladen, laat ik het maar zo noemen. Damesbladen zeiden we vroeger. Het wordt een spannende strijd, daar ben ik voor overtuigd. Het gaat om de 10 voor taal trofee en de groepen, ploegen stellen zichzelf aan u voor. Warmte en gezelligheid zijn haar belangrijkste troeven. Ze heeft altijd het hart op de tong en haar lach werkt altijd aanstekelijk. Sinds een half jaar heeft ze zich met volle overgave op haar nieuwe job gestort. Rechts van mij, Liliane Sennepacht, adjunct hoofdredacteur van de nieuwe Vlaamse Libellen. Heel veel mensen kennen haar van haar intrigerende gesprekken over heel de wereld. Maar sinds een tijd vindt ze het nog boeiender om achter de schermen te werken. Helemaal links van mij, Liesbeth Hobert, adjunct hoofdredacteur van Flair. 4 jaar geleden nam zij de uitdaging aan. Doorzetter die ze is, maakte ze van het eerste Vlaamse Vrouwenmaandblad een daverend succes. Rechts van mij, Diane de Klopper, hoofdredacteur van Elga. Vlaanderen, van harte welkom. Ik wens jullie het allerbeste. Jullie hebben om te beginnen van ons een regel gekregen van een limerick. Jullie zouden hem afmaken. De regel luidde: een stokoude vrijster uit Heksen. Had zeker geen last van complexen. Met de hoorn in de hand en haar stem zo pikant, hielp zij de heren vakkundig relaxen. Ja, een hele mooie. Dankjewel. Nederland, wij willen ook graag weten wie jullie zijn. Aan mijn rechterhand Els Loesberg, die ik al heel lang ken. We hebben heel lang samengewerkt bij Libelle, waar Els nu hoofdredacteur is. En daarvoor is Els ook nog hoofdredacteur geweest van het Maandblad voor Ouders, het Blad Kinderen. Helemaal daar op het eindje zit Simone. Ik kan niets persoonlijks over Simone vertellen, want ik heb haar net leren kennen. Ze is de eerste collega die ik leer kennen van een feministisch maandblad. Ze werkt er 5 jaar, noemt zich de regelneef van de redactie. Is dat ongetwijfeld ook. En Simone werkt bij Opzij. Naast mij Rob van Vuren. Creatief directeur bij de VNU en hoofdredacteur van Viva. En daarvoor is hij hoofdredacteur geweest van Libelle en van Margriet. Dus de damesbladen, die kent hij zeker. Allemaal van harte welkom. Van harte. En ook jullie kregen van ons een regel om daar een limerick uit te maken. De regel luidde: een grote versierder uit Heer. Betreurde zijn zonden zozeer, dat hij zich tot de biechtstoel wendde en al zijn liaisons bekende. Nu zegt men, het is zo'n nette manier. De laatste regel klonk wat bedroefd, maar ik wens beide groepen heel veel succes. Hier komt de eerste ronde. Zoek de fout. Wat klopt er niet in deze zin? Ja, in elke regel zit een fout en de vraag is aan jullie, spoor deze op. als dat kan. We beginnen vanavond bij Vlaanderen. Vlaanderen, de eerste regel, Liliane, je krijgt er 3, Liliane. De eerste regel luidt als volgt, en wat is de fout? De veiling kreeg een tumultueus slot toen 2 kunsthandelaars slaags raakten. Tumultueus staat daar. En dat moet zijn tumultueus, heel juist, 10 punten. Tweede zin. De kokkinnen van de 2 concurrerende cafetaria stalen elkaars recepten. Instinker, let goed op. Kokkinnen? Nee, het meervoud van cafetaria is cafetaria's. Er ontbrak een S, jammer. Volgende zin. Als je blijft ginnegappen, stoot je de rector ongetwijfeld tegen het hoofd. Nou, ginnegappen? Nee, je stoot hem vooral voor het hoofd. Ja, ja, ook zo'n instinker. Diane, de volgende 3 zinnen zijn voor jou. Hier is de eerste. Op insignatie van haar vriend verkleedde de mannequin zich 10 maal daags. Daags? Nee, vooral op instigatie. Dat was ook weer zo'n instinker. Ja, ze worden moeilijker, maar als je goed leest, dan kun je het zien. Volgende zin. De geëmancipeerde barones pleitte voor de gelijkberechtiging van man en vrouw. Gelijkberechtiging? Dat moet zijn, juist. Gelijkberechtiging. Derde zin, je hebt er 10 punten bij. Het diëtistenblad stond bol over nieuwe revolutionaire macrobiotische vermageringskuren. Over? Juist, dat moet zijn, stond bol van. Ik dacht even dat je je zou laten verlokken tot al die nare, vervelende woorden. Was niet waar. Nee, Liesbeth, de laatste 3 voor Vlaanderen zijn van jou. Haar zucht naar allerhande snuisterijen bleek een ongeneeslijke kwaal te zijn. Geneeslijke? Ja, dat moet niet met een Z, dat moet met een S. Heel goed, ongeneeslijk of ongeneeslijk met een S. 10 punten. Tweede zin. De edelsmids smeden gezamenlijk een ambtsketting voor de pas benoemde burgemeester. Edelsmids? Ja, moet zijn edelsmeden, heel juist. 10 punten erbij, volgende zin. De laatste, de sympathieke abdis vroeg zijn bezoeker of hij van plan was te fotograferen. Zijn? Moet zijn haar, want abdis is vrouwelijk. Heel goed, en deze ronde bracht jullie 60 punten. Nederland, zelf de opdracht, andere zinnen. Hier komt Els, de eerste voor jou. De historicus houdt een interessante voordracht over de tijdsgeest van de Renaissance. Lees goed. Helaas, het moest zijn tijdgeest zonder die S. Ja, je stinkt er gauw in, je moet zoveel lezen. Hier is de tweede zin. Als kleuter heb ik de prehistorische mammoeten om hun gigantische grootte beneden. Beneden? Ja, benijd moet dat zijn. Heel goed, 10 punten erbij. Het gebeurt vaak dat een couveusekind visueel oogcontact met zijn moeder weigert. Instinker. Zijn? Nee, visueel oogcontact is dubbelop. Ach. Ja, visueel contact of oogcontact, niet allebei. Ja, ik zei nog een instinker. Rob, hier komt de eerste zin van de 3 voor jou. Er werden vele krantenartikelen gewijd aan de zorgwekkende toestand van de speelweide. Lees goed. Denk om de tijd. Ja, er werden artikelen. Ja, maar na de tijd, helaas, het moest zijn krantenartikelen zonder een N. Maar ja, goed, jij werkt voor bladen, dat is toch anders. Tweede zin. 17e-eeuwse geleerden zouden perplex staan als ze alle moderne apparaturen zagen. Weer een instinker. 17e eeuwse? Nee, het ging vooral om apparaturen. Het is apparatuur of apparaten. Ja, het zijn echt een beetje verneukeratieve woorden. Nog eentje voor jou. Als het duin nog verder afkalft, komt de eilandbevolking in een lastig pakket. Weer een instinker. Een lastig parket? Parket, daar moest een R in en dat was goed. Simone. 3 voor jou, hier is de eerste. Volgens de roddelbladeren heeft de volleybalster stiekem overspel gepleegd. Roddelbladeren? Ja, roddelbladen, dat was duidelijk. 10 punten erbij. Tweede zin, door zijn aanwijzingen was de agent als mede verantwoordelijk voor de verkeerschaos. Als mede? Ja, was mede verantwoordelijk. Heel goed. Weer 10 punten en de derde en laatste zin in deze ronde. Karate geldt als een hele efficiënte verdedigingswijze voor vrouwen. Lees goed. Heel? Ja, een heel efficiënte en niet een hele. Heel goed. En daarmee heeft Nederland 50 punten verdiend. Vlaanderen 60 punten. Drie betekenissen van hetzelfde woord. Hoe snel wordt dat gevonden? Het homoniemenspel. Een homoniem is één woord met verschillende betekenissen. Als voorbeeld krijg je nu het woord ezel. Een ezel is niet alleen een dier, het is ook een ander woord voor domoor of voor schildersezel, hè, standaard. Is dat duidelijk? Dat soort woorden zoeken we. Je krijgt dus drie woorden te zien. Als je het al weet bij het eerste woord, 30 punten verdient. Als je het weet bij het tweede woord, 20 punten. Bij het laatste woord, 10 punten. Iedereen heeft 5 seconden bedenktijd en dan komt het volgende woord. We beginnen bij Vlaanderen. Het eerste woord dat wij zoeken is een woord dat ook schilder betekent. Let goed op. Het betekent ook domoor. Ezel. Heel... Nee, ezel. Nee, jij dacht, dat voorbeeld hadden we gehad. Nee, dat was niet goed. En het derde woord komt zo dadelijk. En dat betekent ook lichaamsdeel. Het is altijd even winnen, hè? Wat wij zochten, dames, was hals. Een hals is een lichaamsdeel, maar het was ook een schilderfrans hals. En een domhoor, een onnozele hals. Ja, hier komt de tweede, dus je weet hoe het werkt. En gok jongens, je kunt niets verliezen, dus druk maar als je een vermoeden hebt. Het tweede woord waar wij naar zoeken betekent onder andere handel. Liesbeth? Nee, goed geprobeerd. Nee, het betekent ook echt. Waar? Waar, juist. Dat is heel goed, Liliane. Want we hadden ook nog op welke plaats. Waar ligt dat? En dat woord zochten we. 20 punten, derde woord. Betekent ook zemen. Lappen. Heel goed en heel snel 30 punten verdiend. We hadden ook nog Europeanen, mensen uit Lapland, en herstellen op lappen. Goed, volgende woord. Onder andere betekent dat diep. Betekent ook gemeen. Laag? Ja, laag. Een lage streek. En we hadden ook nog niveau op een bepaalde laag. Dat gaat goed, Vlaanderen. Ik kan niet anders zeggen. Nog één woord. Dat betekent onder meer postuur. Beeld? Nee, maar goed geprobeerd. Volgende betekent ook afbeelding. Ja? Vorm? Nee, maar goed dat je het probeert. En betekent ook type. Je drukte, Liesbeth. Blaadje. Nee. Nee, helaas, we zochten figuur. Een bepaald postuur hebben. Een afbeelding is ook een figuur en een type wat een raar figuur. Ja. Nederland, iets soortgelijks voor jullie. Hier komt het eerste woord. Wij zoeken een woord dat betekent voedster. Helaas. Dat betekent ook gemeen. Min? Ja. Want min, wat gemeen, voedster heette vroeger een min. En het was ook nog negatief teken, een minteken. 20 punten. Volgende woord. Wij zoeken een woord dat betekent onder meer figuur. Het betekent ook verbinding. Ja? Contact? Nee, maar blijf proberen. En het laatste woord wat je krijgt te zien is streep. Lijn. Els, lijn. Heel goed. Eerst drukken, dan wat zeggen. Lijn, dat levert nog 10 punten op. En dan de volgende. Een woord dat onder meer betekent verbijsterd. Ja, het betekent ook ontwricht. En het betekent ook bevrijding. Ik ben ontzet dat jullie dat niet zagen. Want dat zochten we, ontzet. Ja, leverde geen punt op. Volgende woord betekent onder meer soort. Ras? Nee, is niet goed. Betekent ook gevecht. En het betekent ook nog klap. Ik mag niet helpen, het spijt me zo verschrikkelijk, jongens. Mag dat niet, het is verboden. Wij zochten slag. Ja, het is een slag voor jullie, maar dat zochten we echt. He? Een slag, een soort. Slag is een gevecht en een slag in het gezicht. Makkelijk. Achteraf, voor u thuis is het makkelijk. Ja, maar hier niet. Die zweten pintjes. Het laatste woord voor Nederland betekent onder meer dikker worden. jongens. Ja? Aanzetten. Het is niet goed, kan niet goed rekenen. Je bent op de goede weg. Belanden. Els. Aankomen. Juist. En we hadden dan ook nog betasten. Niet aankomen. Heel goed. Nou, dat was ook een verdraaid spannende ronde, vond ik. Die jullie Nederland 50 punten bracht en Vlaanderen 70 punten. Het totaal. Het totaal komt daarmee op 100 punten voor Nederland en 130 voor Vlaanderen. Nederlandse woorden zijn ze goed of fout gespeld? 3 maal de schrijfwijze van 1 woord krijgen jullie te zien. Eén schrijfwijze is slechts de juiste. Vinger bij de A, B of C-knop. We beginnen met Vlaanderen. Minimumloon. Is dat op de A, B of C-wijze geschreven? Minimumloon. Jullie drukten razendsnel op A, alle drie, en dat is alle drie goed. 30 punten. Volgende woord. Toermalijn. A, B of C. 2 maal B, 1 maal A. Het moest B zijn. Volgende woord. Armoezaaier. A, B of C. 3 maal B, laat het nou C zijn. Wat jammer. Vlaanderen, het volgende woord. Fiducie. A, B of C. 3 maal C, 3 maal goed. En het laatste woord voor Vlaanderen. Titulatuur. Of titulatuur. Of titulatuur. A, B of C. 3 maal A, 3 maal goed. Dat is een hele mooie ronde met voor Vlaanderen 110 punten. Nederland, iets soortgelijks voor jullie. Andere woorden natuurlijk. Hier komt het eerste woord in beeld. Vinger aan de knop. Anatomie. A, B of C. 3 maal B, 3 maal goed. 30 punten erbij. Tweede woord. Volumineus. A, B of C. Denk om de tijd erop. Na het belletje pakt men het niet meer. A. Ja. 3 maal A. 3 maal 10 punten. Volgende woord. Tyranniek. A, B of C. B, C, B. En het moest zijn C. Ja, kan gebeuren. Je kunt ook fout drukken. Volgende woord. Toen ter tijd, of toen der tijd, of toen te tijd. A, B of C. 3 maal B. Nee, het moest zijn A. Helaas, ja, jongens. Het is toen ter tijd. Hoe raar het ook lijkt. En het laatste woord voor Nederland, let op. Ontzaggelijk. A, B of C. Ontzaggelijk. 3 maal B en dat is 3 maal goed. 30 punten erbij. Dat betekent dat deze ronde heeft opgeleverd voor Nederland 100 punten, voor Vlaanderen 110 punten in de totaalstand. Zien wij dan dat we 200 punten hebben voor Nederland en 240 voor Vlaanderen. Ontdek een gezegde, uitdrukking of spreekwoord. Ja, we hebben... Spreekwoorden gezegd is verhaspeld op een cryptische wijze. Aan jullie de vraag, wat bedoelen wij met deze merkwaardige zinnen? Vlaanderen beginnen we weer mee. De eerste zin. Een vent van een knappe meid. Een vent van een knappe meid. 20 punten te verdienen. Nu nog 10 punten uit... 1 stuk. Een man uit 1 stuk. Ja, ja, ik gaf het jullie bijna met een lepel naar binnen. Maar goed, je had nog 10 punten. Volgende zin. Niet uit zijde bestaan. Niet uit zijde bestaan. Kant. Liesbeth. Van kant zijn. Mag het niet goed rekenen, want niet uit is aan. Het is dus aan kant zijn. Helaas. Volgende zin. Een stuk hout aan de onderdaan. Een stuk hout aan de onderdaan. Een blok aan het been. Juist, Diana. Een blok aan het been. 10 punten erbij. Vierde zin. Niet uit hetzelfde afwasje schenken. Niet uit hetzelfde vaatje tappen. Goed, reken het goed. Het is eigenlijk uit een ander vaatje tappen. Hè? Zo is de uitdrukking, maar je wist wat er bedoeld werd. Goed, laatste zin voor Vlaanderen. Eed repareert verplichting. Liesbeth. Belofte maakt schuld. Heel goed en heel snel. Dat is een mooie ronde, want die levert 60 punten op voor Vlaanderen. Nederland. Ook voor jullie 5 zinnen. Hier komt de eerste. Het parfum creëren. Het parfum creëren. 1 parfum staat er. Creëren. Lucht scheppen? Ja, een luchtje scheppen, dat is goed. Nederland, volgende zin. Pinter de 5 pakken. Pinter de 5 pakken. Nemen, hulpwoord. Nog 10 punten te verdienen. Bij de hand nemen, de 5. De hand, bij de hand nemen. Geen punten. Derde zin. Voor het doekje bewaren. Voor het doekje bewaren. Voor het lapje houden. Heel juist, voor het lapje houden. Vierde zin. Pauze, nog kostbaar bezitten. Rust nog duur hebben. Rust nog duur hebben en heel snel, dat gaat goed. Laatste zin, Nederland. Boven bloemen gevangen zijn. Boven bloemen gevangen zijn. Zitten. Op rozen zitten. Op rozen zitten, heel wel. En dan zien wij dat beide ploegen 60 punten hebben. In het totaal betekent dat Nederland 260 punten en Vlaanderen 300 punten. Waar komt het woord of spreekwoord vandaan? Het etymologiespel. We geven jullie verklaringen voor woorden, begrippen, uitdrukkingen. En jullie moeten raden wie de waarheid spreekt. 2 mensen op film, ik geef de derde. De eerste verklaring voor het woord nylon kreeg je te horen van iemand die bij ons op de juiste post zit, Margriet Ganser. Het woord nylon, dat kan ik jullie wel vertellen. De stof is ontwikkeld in de Verenigde Staten aan het begin van deze eeuw. En toen ze eenmaal de stof hadden, werd het geloof ik een beetje moeilijk om nog een leuke originele naam te verzinnen. Dus ze kwamen op de proppen met neolon. En lon, dat gebruiken ze dan vrij vaak als uitgang voor kunststoffen. En neo is uiteraard nieuw. Maar ja, neolon, neolon, dat zeg je misschien 2 of 3 keer recht. En daarna kun je het niet meer uit de strot krijgen. Dus dat wordt in spreektaal verbasterd tot nylon. Ja, was getekend Margriet Gansert. Er komt nog een verklaring. En die wordt jullie gegeven door Vlaanderens leukste ei, Gerty Christoffels. De verklaring van het woord nylon is eigenlijk nogal ingewikkeld. Optimisten noemden de nieuwe kunststof no-run, de stof die niet laddert. Maar op een bepaald ogenblik vond er een klinkerverandering plaats, zodat het neuron werd. Maar dat leek dan weer te erg op het kalmeringsmiddel neuron, zodat het neulon werd en uiteindelijk nylon. Ja, dat zei Gerty Christoffels. Mijn verklaring luidt als volgt. In Frankrijk werd in 1911 een kunststof ontdekt door de Deen Björn Nieland. Dat was de basis voor een productie in Amerika. De naam Nieland werd door de Fransen verbasterd tot Nilan. En dat is het uitgangspunt geworden voor de naam nylon in Amerika. Begrepen? De vraag is wie de waarheid sprak. A, B of C. We spelen dit met z'n 6. Vingers bij de knoppen. Men zegt C, C, B. Men zegt A, A, A. Liliane, jij drukte op de C. Why? Waarom? Goh, ja, ik denk dat het gewoon zo is. Hoewel die 2 anderen, ik twijfelde wel hoor. Ja. Ik denk, ja, laat ik Kloppers maar nemen. Ja, ja. En jij drukt op de A, Loes, Els, ja. Loes Elsberg. Ik vond het toch het meest geloofwaardige verhaal. Is dat waar? Ja. Zullen we dan maar eens gauw kijken wie de waarheid sprak? Ja, dat was B. En dat levert alleen aan Vlaanderen maar 10 punten op. Niets aan de hand. We hebben nog een woord dat verklaard moet worden. En dat is het woord lavendel. En dat wordt jullie verklaard door iemand die niet voor een leugentje opzij gaat, Ciska Dresselhuys. Lavendel. Het Nederlandse woord lavendel komt van het Latijnse werkwoord lavare, dat wassen betekent. De bloemen van de lavendel werden vroeger en worden nog steeds gebruikt om aan het badwater toe te voegen, waardoor dat een lekkere geur verspreidt. Dat zei Ciska Dresselhuys. Iemand anders die ook een vermoeden heeft, is Betsy Mellaert. De Franse streek Lavandé is nog altijd bijzonder bekend om haar geurige flora. Uit een van de planten uit de streek werd ooit een parfum gemaakt dat onder de naam Lavandé verkocht werd. Dat parfum werd zo populair dat de plant naar het parfum genoemd werd. Nu werd die plant ook in Nederland geteeld en uit Lavandé ontstond dan de naam lavendel. Mooi geformuleerd, dankjewel Betty. En ik heb er ook nog één. Het middel-Nederlandse laaf, wat verkwikking betekent, troost, werd gebruikt bijvoorbeeld voor als iemand flauwgevallen was, zich niet goed voelde, een opkikkertje wilde. Dan liet men hem aan een plant ruiken en hierdoor, daar werd men dan fris van, ontstond de naam lavendel. Heel eenvoudig. Ja, je kan wel zitten te lachen, maar laat dan maar eens zien wie de waarheid sprak. A, B of C? BBA, AAB. Zo, Diane, de B. Waarom? Het lijkt me de meest voor de hand liggende uitleg eigenlijk. Ja, en aangezien het toch uit Frankrijk komt, dan denk ik dat het juist is. En het werd ook zo mooi gezegd, vond ik. Ja, het is heel mooi gezegd. Jij drukt op de A, Rob. Waarom? Ja, dat is een aftreksommetje. Ik denk C, dat vind ik punt geconstrueerd. En net was het al B, dus ik dacht, nu doen we maar A. Ja, ik moet je zeggen, ik geloofde mezelf ook niet helemaal, maar we gaan kijken wie de waarheid sprak. En dat was Ciska Dresselhuys, die had wel degelijk gelijk. En dat levert op. Dat zag ik niet, maar het ging heel gauw. 20 punten voor beide ploegen. Nog één verklaring, maar nu van een uitdrukking. In de steek laten. Waar komt dat vandaan? We beginnen met een gevoelvolle verklaring van Linda Asselbergs. Hier komt hij. De uitdrukking iets in de steek laten komt, hoe kan het ook anders, uit de sfeer van het nijvere dameshandwerk. Als een breister haar breiwerk even terzijde legde, of een naaister er halverwege een zoom even mee ophield, dan lieten zij hun werk letterlijk in de steek. Zo simpel is het. Zo simpel is het. En als ze dat zeggen, moet je gaan twijfelen. Alhoewel, je weet het nooit, want vaak is het simpel. Dat heb ik al eens eerder gezegd. De volgende verklaring is van Jan Kruis. Die tekent daarvoor. Het woordje steek uit de uitdrukking in de steek laten is eigenlijk een afkorting van het woord steekgevecht. Vroeger had men in bepaalde kringen de gewoonte om zo eens lekker met wat vrienden uit bakkeleien te gaan. En dan raakte men wel eens gewikkeld in een steekgevecht. Het werd populair, dus men kortte dat af en dan zei ze bijvoorbeeld: nou, en gisteren ben ik me toch in een steek gewikkeld geraakt. Het bloed spatte in de rond en de schout en zijn rakkers moesten bij te pas komen. En dan werd het wel eens gevaarlijk en dan dacht je bij jezelf: nou, ik knijp er tussenuit. En dan liet je dus je vriendjes achter in de steek. En dat is eigenlijk in de steek laten. Ja. Hij zegt het heel aannemelijk, ik zeg wat anders. Het komt namelijk oorspronkelijk uit de plantenteelt. Een uitdrukking luidde vroeger in de stek laten. Om een plant te vermeerderen werd een stekje dus in het water gezet, zo ging dat vroeger. Wanneer er dan wortels aan kwamen, ging de plant in de aarde en als het niet wortelde, liet men het in de stek, oftewel in de steek. Wie van ons sprak de waarheid, A, B of C? Ik zie A, C, C. Waarom drukt jij op C, Liesbeth? Ik zou geneigd zijn mijn collega Linda te geloven en het verhaal van Jan Kruis vind ik heel sappig, maar ik denk dat jij de waarheid spreekt. Wat aardig van je. Simone, jij drukt op A. Ja, ik vond het wel beeldend in de steek laten dan, zo die naald. Ja. Ik zal vast wel zo zijn. Leek mij ook. Nou, laten we gauw gaan kijken wie het juiste antwoord heeft gegeven. En dat was... ja, Jan Kruis. En dat levert geen van beide ploegen nog een punt op. Allebei staan jullie in deze ronde op 20 punten. In het totaal betekent dat 280 voor Nederland en 320 voor Vlaanderen. Welk woord is de schakel tussen twee andere woorden? Het zogenaamde woordregen. Het woord dat we zoeken is altijd het tweede deel van een woord, een beginwoord, en het eerste deel van een eindwoord. Als voorbeeld: kruid, lak. Dan zoeken wij dus nagel. Kruidnagel, nagellak. U thuis weet al hoe het werkt. Wij weten het nu ook. Daar gaat hij. Vlaanderen, we beginnen met jullie. Nee, ik moet er nog even iets bij zeggen, voor ik dat vergeet. Als jullie een woord niet weten of een verkeerd antwoord geven, dan gaat de beurt naar de Nederlandse ploeg. Weten die het wel, blijven we daar totdat zij weer een verkeerd antwoord geven. En dan mogen jullie weer. En zo gaat dat door. We hebben 2 woordrijen. Hier komt voor Vlaanderen dus het eerste woord. Edel, koud. Steen. Heel goed, Diane, heel snel. Edelsteen, steen, koud. Tweede woord, koud, doop. Koud, doop. Koud vuur. Koud vuur, vuurdoop. Dat gaat razendsnel, heel goed. Doop, woord. 4 letters. Helaas, Nederland, enig idee? Geen vermoeden, ik zie het. We zochten naam, doopnaam en naamwoord. We gaan weer terug naar Vlaanderen, want daar zijn we begonnen. Woord, en mest. Kunst. Ja, heel goed. Woord, kunst en kunstmest. En dan, het laatste woord dat we zoeken is mest, en stapel. Liliane. Heel goed. Mestvee en veestapel. Heel goed. En dat bracht jullie in totaal 40 punten. Lang niet slecht. We gaan naar Nederland. Jullie krijgen dus nu de tweede woordketen. We beginnen bij jullie. En je weet, Vlaanderen, als je het niet weet, mag je inspringen. Slag. Ik heb het nog niet eens gezegd, ja. Hagel, slag, slag, tand. Dat was heel goed, dat is gauw verdiend. Volgende woord, tand, waren. Rob? Vlees. Ja, tandvlees. Vleeswaren, niet voor zich op de tribune hoor. Waren, meester. Huis. Warenhuis, huismeester. Gaat ook heel goed. Meester, kamp. Rob? Werk. Ja, meesterwerk en werkkamp. En de laatste, kamp, water. Vuur. Kamp, vuur, vuur, water. Ik weet niet of ik binnen de tijd was, maar dat zien we zo. 50 en 40. Vlaanderen 40 punten in deze ronde. Nederland 50 in het totaal. Wil dat zeggen? 330 voor Nederland, 360 voor Vlaanderen. Ja, Vlaanderen, er rustte ook een zware taak op jullie schouders. Want de vorige keren verloor Vlaanderen altijd. En dat was daarvoor, ging het altijd zo goed. Dus we zijn weer helemaal terug bij waar we waren. We hebben, om te bepalen wie het eindspel gaat spelen, gekeken naar jullie persoonlijke score. Dat is voor Vlaanderen 150 als hoogste voor Liesbeth. Dus jij gaat straks het eindspel spelen. Als eerste. En 130 punten in Nederland voor Simone. Jij speelt daarna. Nou, loop alvast naar je plek, want wij zijn toe aan het razendspannende finale spel. Wie kent de meeste woorden en welk team wint de 10 voor taaltrofee? Ja, er rust helemaal op jou speciaal een zware taak. Ik vrees het. Goed. Je weet hoe het werkt. Je hebt 60 seconden de tijd om zoveel mogelijk woorden te kennen of te herkennen. Als je er 10 hebt binnen die 60 seconden, dan telt elke seconde mee voor nog eens een keer 10 punten extra. Is het duidelijk? Ja. Goed. Concentreer je dan alsjeblieft. We dimmen het licht en de tijd gaat lopen op het moment dat het eerste woord in beeld verschijnt. Larderen. Doorstekken. Ja. Detineren. Hechten. Ja. Mikado. Keizer. Ja. Bakkeliet. Steensoort. Nee. Martiaal. Krijgshaftig. Ja. Logger. Vaartuig. Ja. Zetbaas. Schaakmeester. Nee. Zwaluwstaart. Houtverbinding. Ja. Soelaas. Vertroosting. Ja. Configuratie. Verwarring. Nee. Nopen. Zeg wat? Aansporen. Ja. Visiteren. Onderzoeken. Ja. Gravitatie. Zwaartekracht. Ja. Migra... Ai, ai, ai. We zijn er. Je hebt 10 woorden binnen de tijd en je hebt nog 22 seconden over. Ga alsjeblieft op je plaats zitten, want nog is niets zeker. Simone, kom bij me, dan doe je niks. Ik sla niet, ik bijt niet, ik schop niet. Ga recht voor de microfoon staan alsjeblieft, je weet hoe het werkt. Ik wou alleen nog zeggen, aarzel niet te lang als je een woord niet onmiddellijk herkent, want dan blijft het woord staan. Het gaat allemaal, de tijd gaat maar door. Hè? Dus roep dan maar wat, dan komt er een volgend woord. Ja. Is duidelijk? Ben je klaar voor? Ja. Goed. We dimmen het licht. De tijd gaat lopen op het moment dat het eerste woord in beeld verschijnt. Larderen. Doorspekken. Detineren. Hechten. Mikado. Vliegtuig. Nee. Bakkeliet. Steensoort. Nee. Martiaal. Krijgshaftig. Ja. Logger. Vaartuig. Ja. Zetbaas. Stroomman. Ja. Zwaluwstaart. Houtverbinding. Ja. Soelaas. Vertroosting. Ja. Configuratie. Formatie. Ja. Knopen. Aansporen. Ja. Visiteren. Onderzoeken. Ja. Ja! Goed! Je hebt 10 woorden goed en je hebt nog 21 seconden over. Ik weet niet wat het betekent voor de eindstand. We gaan nu kijken. Ga alsjeblieft naar je plaats. Oei. Nou, nipt. 1 secondetje. 310 punten heeft Nederland erbij verdiend. 320 Vlaanderen. De totaalstand komt daarmee op 640 voor Nederland en 680 voor Vlaanderen. Nou, nipt. Wij kunnen rustig zeggen, het was nipt. Jullie hebben een zeer verdiende tweede plaats. Jullie zijn tweede geworden en daarvoor kreeg je niet alleen deze prachtige bloemen van Joyce, je krijgt ook de zilveren 10 voor taalpen en hij is jullie erg gegund. Gefeliciteerd. Jullie zijn de winnaars, maar nogmaals nipt. Ja. Hè? Jullie krijgen ook weer bloemen van Joyce, hele mooie. Je krijgt ook de gouden 10 voor taalpen, het etymologisch woordenboek en je krijgt de 10 voor taal trofee. Maar dat is niet alles, want alle deelnemers krijgen ook nog een keer het boekje 10 voor taal om thuis te spelen en nog eens door te lezen. En dat is heel leuk. Hartelijk dank voor uw medewerking allemaal. Dames en heren, ik hoop dat u genoten hebt. En als dat het geval mocht zijn, hoop ik ook dat u volgende week weer kijkt naar 10 voor taal. Tot dan!